De regering heeft een onoverzichtelijke administratie van volkswoningen aangetroffen. Gregory Rusland, staatsadviseur en coördinator van het clusterteam dat zich bezighoudt met de evaluatie van alle volkswoningen in Suriname, zegt dat de onoverzichtelijkheid komt doordat verschillende organisaties zich bezig hebben gehouden met de bouw van de woningen. Ik denk dat verschillende mensen, verschillende instituten zich bezig hielden met delen van het woningbouwbeleid en niet altijd was men goed op elkaar afgestemd. Verder hebben we gezien dat in grote lijnen, zoals we dat hebben kunnen identificeren, zien we dat dus je hebt een project van de Islamic Development Bank, met daaraan gekoppeld het Affordable Housing Program. Daarbij is het de bedoeling dat natuurlijk vanuit de lening die Suriname is aangegaan in 2017, dat er woningen gebouwd zullen moeten worden. We zien dat vanaf toen tot nu eigenlijk geen enkele woning gebouwd is uit die faciliteit. Dus we moeten in ieder geval de formaliteiten glad strijken om zo snel mogelijk te beginnen, omdat het project ook een beperkte looptijd heeft. En als ik het goed heb, eindigt het project in 2023, waardoor we dus eigenlijk weinig tijd hebben om nog goed invulling te geven aan het traject. Rusland zegt verder dat ook bij het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen er onduidelijkheden zijn. Deze onduidelijkheden worden nu in kaart gebracht. Met de Chinese overheid wordt daarnaast onderhandeld over de bouw van enkele honderden woningen. Rusland over het woningbouwproject in Paramaribo Noord. Zoals de informatie die we tot nu toe hebben, kan ik aangeven dat dat project niet het Jabiru-project, dacht ik, wordt het genoemd. Daarbij zien we dat inderdaad via het Fonds Woningbouw de aanzet is gegeven om daar enkele woningen te bouwen. En die woningen zijn een deel van een schenking, als ik het goed begrepen heb, vanuit China, waarbij Dalian een aantal huizen heeft gebouwd. Die huizen die zijn beschikbaar gesteld aan burgers, waarbij de burgers natuurlijk een bepaald bedrag moeten betalen. Men moet een lening nemen bij de bank op basis van jouw omstandigheden. Je moet in staat zijn om die lening terug te betalen. En dan kan men beschikken over een van die woningen. Dat is op dit moment een evaluatie en we hopen dat we toch wel binnen enkele weken wat meer duidelijkheid daarover hebben. We zijn bezig op het topniveau. Dit is ook een punt van discussie binnen, binnen de coalitietop. Om ook daar dus de zaak recht te trekken. Gregory Rusland, staatsadviseur en coördinator van het clusterteam dat zich bezighoudt met de evaluatie van alle volkswoningen in Suriname. Het clusterteam bestaat uit de ministeries van Openbare Werken, Grondbeleid en Bosbeheer, Natuurlijke Hulpbronnen, Sociale Zaken en Ruimtelijke Ordening en Milieu.